Je hebt een fit gekregen, een klein kastje onder je huid. We sluiten regelmatig een lijn aan op je fit. Dit doen we om bloed af te nemen en medicijnen of vocht te geven. In dit filmpje laten we zien hoe dat gaat. Kijk je mee? Je krijgt eerst Emla. Dat is een verdovende crème op de plek van je fit. Dit kan je vader of moeder alvast thuis doen of de verpleegkundige als je al in het ziekenhuis bent. De pleister zorgt ervoor dat de Emla goed blijft zitten. Als het tijd is om je fit aan te sluiten, ga je op de behandeltafel zitten of liggen. Je vader of moeder kan naast je of achter je zitten. De medisch-pedagogisch zorgverlener kijkt samen met jou wat je fijn vindt om te doen tijdens het aansluiten van je fit. Sommige kinderen willen graag kijken wat er gebeurt, maar andere kinderen kijken liever naar een filmpje of in een zoekboek. Weet jij al wat je het fijnste vindt? Hoi! Wij zorgen samen voor het aansluiten van je fit. Als eerste halen we de pleister los en vegen we met een doekje de crème weg. Je mag dat ook zelf doen als je dat wilt. Daarna maken we je huid twee keer schoon met een nat doekje. Wil je weten hoe het verder gaat? De verpleegkundige voelt eerst waar je fit zit. Daarna sluiten we de lijn aan. De bovenkant lijkt een beetje op een vlinder, zie je dat? Als de lijn is aangesloten, plakken we een doorzichtige pleister op de plek van je fit. We controleren ook meteen of alles goed werkt. Weet je hoe we dat doen? We kijken of er bloed in de lijn komt en we spoelen de lijn door. Ja, gelukt! Nu is de lijn klaar om te gebruiken en kunnen we bloed afnemen of medicijnen geven. Als we klaar zijn, doen we het klemmetje van de lijn dicht. Soms is het nodig dat je fit wat langer aangesloten blijft. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis blijft slapen. Gelukkig kun je dan eigenlijk alles doen, zoals douchen en spelen. Maar denk je er tijdens het spelen of stoe je wel aan dat je fit aangesloten is? En merk je dat je huid op de plek waar je fit zit er anders uitziet of voelt? Zeg het dan tegen je vader of moeder. Als we de lijn niet meer nodig hebben, halen we deze er weer af. Dat gaat zo. We spoelen eerst de lijn nog een keer door. Daarna halen we de pleister los. De verpleegkundige pakt de vleugels van de vlinder vast en haalt zo de lijner weer af. Nu nog een mooie pleister uitzoeken. En je krijgt natuurlijk ook één of meerdere kralen voor je kanjerketting. Zo, we zijn klaar. Heb je nog vragen? Stel ze gerust.